Hoi, mijn naam is Anne en je kijkt naar 24 Bicycle TV. En vandaag loop ik weer door Gulpen. Vorige week was ik daar al om het kasteel te bezichtigen. En deze week dacht ik, nou, zo'n leuk dorpje, daar wil ik meer van verkennen. Dus vandaag heb ik een rondleiding in de Gulpener Brouwerij. We zitten hier in het proeflokaal van de Gulpener Brouwerij en ik ben hier vandaag met Tim. Wil jij je even voorstellen? Jazeker, mijn naam is Tim, zoals gezegd. Sinds 1 maart 2020 ben ik bedrijfsleider van het Gulpener Brouwlokaal. Het is begonnen in een hele moeilijke periode door het hele corona gebeuren natuurlijk. Maar dat hebben we goed overleefd, goed doorstaan en nu zijn we eigenlijk volop bezig om het brouwlokaal te exploiteren. En dat is ontzettend leuk om te doen. Zeker ook omdat we onder de vlag van de Gulpener Bierbrouwerij mogen opereren. Die natuurlijk bekend staat om bijvoorbeeld de duurzaamheid en de lokaliteit en dat soort zaken. En in het brouwlokaal borduren we daarop voort. En dat is ontzettend leuk en interessant om te doen. Ja, want ik zag het al toen ik naar binnen liep, de Hall of Farm. Jullie zijn echt heel erg bezig met lokale boeren en lokale producten, als ik het goed begrijp. Ja, klopt. De Wall of Farm is daar een voorbeeld van. Het is een muur met allemaal foto's van voornamelijk heren. Enkele dames ertussen. Dat zijn boeren en dat zijn de boeren die ook letterlijk zorgen voor de granen waarmee de Gulpener bier gebrouwen worden. Oké. Okay. Als het goed is, krijg ik voor jou een kleine tour. Maar dan alvast benieuwd, kun je me een beetje uitleggen hoe dat brouwproces in zijn werk gaat? Want ik weet er eigenlijk helemaal niks van. Jazeker. Het is natuurlijk een heel lang verhaal. Dan zitten we over een half uur nog steeds daarover te praten. Dus ik probeer het even in het kort uit te leggen. Sinds augustus 2020 werken we in het nieuwe brouwhuis aan de overkant van de Rijksweg. Vanuit het brouwlokaal gezien werken we dus aan twee kanten van de Rijksweg. Aan de overkant, het nieuwe brouwhuis, daar worden allerlei innovatieve en met name energiebesparende technieken gebruikt. Dat ervoor zorgt dat het meest duurzame brouwhuis van Europa genoemd mag worden. Aan de overkant vindt het warme deel van het brouwproces plaats. Dat wil eigenlijk zeggen, de granen worden tot meel gemalen. Worden samen met water gemengd, worden de suikers uit de, het zetmeel uit de granen wordt omgezet in suikers. Dat wordt vervolgens gefilterd, er komt hop bij, het wordt niet meer traditioneel gekookt, maar daar hebben we een eco-stripper voor. Dat is een van die innovatieve uitvindingen, om maar even zo te noemen, die gebruikt worden. Uiteindelijk gaat het wort dat we dan gebrouwen hebben, geproduceerd hebben, naar de overkant van de weg. Dus eigenlijk naar deze kant van de weg, over een brug, door leidingen. En aan deze kant van de weg vindt daar het vergisten plaats. Dat is misschien wel het belangrijkste onderdeel van een brouwproces. Daar worden die suikers wat aan de overkant geproduceerd hebben omgezet in alcohol en koolzuur. En dan gaan we langzaam naar het product bier. Dient dan nog een hele periode te lageren. En vervolgens gaat het naar de afvalhal en dan wordt het afgevuld op fust en of fles. Dat is heel in het kort hoe... Ja, dan ben ik wel benieuwd. Hoeveel liter bier produceren jullie hier per jaar? Onder normale omstandigheden is dat 110.000 hectoliters bier. Zo, dat is een heel goed bier. Klopt. Nou, hartstikke leuk. Ik ben benieuwd. Zullen we een toertje gaan maken? Gaan we doen. Leuk. Okay, leuk.